Ja, vanavond hebben we Nederland Draait Door. We gaan hebben over de headlines, onder andere Radio 10 en de Veronica. En het gaat tot dit jaar met het publiek. En wat valt ik vanaf januari op de televisie? Dit jaar naar Remco Sven Pasti. Remco Sven Pasti. Ja mensen, welkom bij deze aflevering van de laatste dit jaar en ook de laatste aflevering van deze serie. Want het houdt op. En daarna gaat het eindigen. Ja, er gaat wat eindigen en dan komt ook iets nieuws in de plaats. Iets compleet nieuws. De week door met Remco. Vanaf maandag 4 januari of 3 januari wordt het op mijn YouTube kanaal vanaf 3 januari. En mijn naam gaat ook veranderen, maar binnenkort meer informatie. Het wordt een leuke komende periode straks. En vanaf december wordt het ook hartstikke leuk op mijn YouTube kanaal. Ja, welkom bij Remco's Passie, de laatste van dit jaar. En met kerst zijn we, mijn tweede kerst zijn met Remco's en kerst voorbereidingen. En ja, we gaan naar Remco's zijn donderdag op deze dag. Deze laatste periode van het jaar. Remco, zijn dondervraag. Remco, zijn dondervraag. Ja. De dondervraag van deze dag. Ja. Dan moet je even nadenken. Ik vind het wat raar, want we zitten natuurlijk in deze coronaperiode en ik val me op dat bijna heel veel mensen geen mondkapje hebben op in de winkels of in de supermarkten, in de winkels ook, winkels hetzelfde als supermarkten en in bussen. Vind ik wel jammer dat niemand zich meer een beetje aan houdt, dat het een beetje ja, wat beuig allemaal wordt. Ik moet even wat aanpassen. Het licht dat schijnt zo weer erg in mijn ogen. Zo. Ja, wat ik al zei, ja, niemand houdt zich echt aan die regels en dat vind ik soms wel een beetje jammer dat het soms wat moeilijk is. Dus dat. We gaan verder naar het volgende onderwerp. We gaan namelijk hebben over de hitlijsten op Radio 10, Veronica en Radio 2 straks weer. Remco zijn radio. Remco zijn radio, ja. De hitlijsten. Wat vind ik daarvan? Ja, de hitlijsten die op Radio 10 en Veronica en Radio 2 opkomen. Ja, ik vind het eerlijk gezegd, vind ik het eigenlijk een beetje te veel voor deze periode van het jaar. Ik zou het doen ook in januari. Bijvoorbeeld een hitlijst organiseren zoals de Veronica Top 1000 alle tijden gewoon in januari uitzenden. Gewoon een beetje het nieuwe jaar een beetje wat goed te beginnen in plaats van die saaie periode tijdens die donkere dagen en die kale en die mistige, vieze dagen. Misschien gewoon ooit een hitlijst in die periode van het jaar uitzenden in plaats van in de november en december maanden. Ik denk dat de luisteraars dan veel meer omhoog gaan vergeleken met nu. Dus ik zou dat zeker doen voor Veronica en Radio 2. En Radio 2 kan gewoon met koude avond gewoon, tussen kerst en oud en nieuw. En Radio 10, dat vind ik ook wel leuk. Van de hele maand december. Maar Veronica, nee. Doe dat maar gewoon in januari of zo. Q-Music. Nou, die is ook begonnen met zijn. Die is een tijdje geleden begonnen met zijn top 1000 alle tijden. Ja. Dus ik vind het allemaal leuk dat het allemaal weer dit jaar weer op de radio is. En voor mij. Voor mij mag het ook een keer op januari een keer uitgezonden worden. In plaats van iedere keer in november, december maanden. Maar ja, dat is natuurlijk de feestmaand. Maar ja. Misschien ook een keer in januari iets anders doen dan normaal. Ja, vanaf januari wordt mijn kanaal ook even omgetoverd tot een heel ander kanaal. Maar verder is er niet heel veel verandering. Dat is vanaf januari, maar het wordt wel een stuk beter. Dan gaan we naar radio. Remco zijn radio. Remco zijn passie. Sorry. De top 2000. De top 2000, vorig jaar, weet je nog, toen hadden we overal van die beeldschermen. En dat doen we, dat, en ik ben benieuwd hoe ze dat dit jaar gaan regelen. Of het gewoon of het weer met de beeldschermen is, dat je overal die beeldschermen ziet, of ook met publiek en beeldschermen.
Ik denk zelf dat het leuker is, want heel veel mensen wonen natuurlijk in Limburg of in Friesland zoals ik. En of in Groningen of in Duitsland of in België of op dat soort plekken. Die luisteren natuurlijk ook de top 2000. En dan helemaal naar beeld en geluid rijden en je moet nog een kijkje aan en je moet 8 uur in de wachtrij staan, is dat best wel duur. Dus, en best wel lange tijd zit je daar. Dus misschien is het leuk om overal van die beeldschermen plaatsen en dan ook met het publiek ertussen. Dat je toch wel een beetje een andere inrichting krijgt. En dat het toch wel weer wat, ja, dat het inderdaad gewoon er anders uitziet dan normaal. En zoiets lijkt me wel goed voor Rijden 2, om zoiets te doen, vergeleken met voorgaande jaren. Dus ik ben benieuwd wat er vanaf januari, vanaf december weer op de persbericht komt. Hierna is er helaas geen Remco's passie meer voor dit jaar, maar Remco's en Kerst is er wel. Misschien gaan we daar wel even hebben tot 2000 en wat ik vind van de nummers en noem maar op en zo. Maar dat is het ook, dat is het ook gewoon. En we gaan naar Remco's en TV op deze dag. Remco, zijn TV. Ja, want wat ik al zei, dit is de laatste uitzending, de reguliere uitzending van dit jaar. En ja, dan gaan we zo meteen richting januari. En wat verwacht ik dan vanaf januari op televisie? Of er dan weer nieuwe programma's komen. Nou, ik zie zelf dat Married at First Sight dat weer gewoon terugkomt en zo. Dat soort programma's. Ik vind dat wel, ik vind het helemaal niks. Maar ik heb gehoord, dat weet ik veel, ook weer begint volgens mij. Want ik hoorde ergens in begin oktober zoiets, of eind oktober. Zag ik een persbericht staan op RTL. En ik zag staan dat, weet ik veel, weer kunnen aanmelden voor scholieren, zeg maar. Kunnen weer zich aanmelden voor de weet ik veel... Zo, dus ik denk zelf, want ik heb weet ik veel nog niet gezien dit jaar. Ik denk zelf dat het gewoon weer terug op televisie komt vanaf januari. En ik vind dat hartstikke leuk. En Bangeren Menes vind ik ook hartstikke leuk. Dat is toch een beetje tijdverdrijf van de maanden januari en februari en maart. Dus ik ben benieuwd. En ik denk zelf dat, 1 tegen 5 kon niet, denk ik dan. Wat van boven was dat volgens mij. Boven Everdorms. Boven Elke Doorns. Kut, computer. Boven Elke Doorns. Hij had iets van een RTL-programma of zoiets op RTL. Moet ik ook nog inloggen leren. Dat was RTL exclusief. Dus ik denk dat dat ook weer terugkomt. En Huberto. Dus ja. Dan gaan we even naar NPO 1. Of wat hij daarop. Nou, Maestro is al dan al afgelopen vanaf januari. Maar ik denk stel dat er iets van... Want natuurlijk RTL en Talpa worden natuurlijk heel veel concurrenten. Dus ik denk stel dat er ook iets... Dat er bijvoorbeeld een programma tegenover staat met VI vandaag. Want VI komt straks op televisie vanaf januari, SBS6, 9:30 tot 10:30. En dan denk ik dan dat het wel een pittige tijd voelt voor NPO 1 en NPO 2 en 3. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan regelen. Of dat echt een pittige strijd wordt of dat het echt allemaal kapot gaat. En, ja, dat is met 2 jaar geleden toen was met die talkshow strijd. En ja, het wordt echt wat en ik ben echt benieuwd hoe ze dat gaan regelen, echt. En dan denk ik vanaf januari dat op NPO 1 en 2 en 3, NPO 1 dan, yes. Iets van, ja lastig, NPO 1, op maandag heb je altijd Radar en Spoorloos. En dan bijvoorbeeld op vrijdagavond bijvoorbeeld iets van vliegtuigen of zoiets. Dat is wat ze met de hoge vliegers hadden gedaan. In mei, juni of zo. Dus zoiets. Of wil ik Maastricht weer op televisie brengen. Volgens mij komt dat ook weer terug vanaf januari. Dus ik ben benieuwd wat ze dat gaan regelen. En ik ben benieuwd. Veronica. Ja, Veronica. Mijn favoriete zender. Ze mogen Veronica wel iets aanpassen. Misschien mogen ze de promo's ook een keer aanpassen op die zender. Want ik heb afgelopen zaterdag heb ik een horrorfilm kijken. Ik heb 2 horrorfilms op 1 avond. It, Chapter 2 en Sint. En dan kwamen we iedere keer dezelfde promo's op televisie. Ze hadden net als vroeger gewoon van die andere promo's. Bijvoorbeeld van Blackadder, bijvoorbeeld een promo. Of van
VI, Veronica Inside, dat wordt, ja, er wordt best wel veel bekeken, maar alsnog kan toch wel iets van maken. Dus ik ben benieuwd. En die horror promos vind ik wel leuk, maar dat is ook een eigen, dat is ook budget dat ze uit hebben gegeven, denk ik. Het hoogste budget voor dat jaar, zeg maar. En ze mogen wat meer met die thema uitzending doen. Bijvoorbeeld, dan moeten ze dat gewoon aankondigen. Dan moeten ze dat gewoon aankondigen. Wat vanaf wat ze ook bij die horrorfilms hebben gedaan. Hadden ze een persbericht gemaakt. En zag je video van die promo's over verschillende beelden en zo. En ik kan het wel even laten zien. Ik vond dat zo mooi. Echt. Ik heb er uren naar zien kijken. Echt uren. Ik vond het zo goed gemaakt. Ja, dat is mijn passie, hè. En daar ga ik nog niet heel veel over vertellen. Want het... ja. Hier is, zeg maar, de beeld. Ja, goud jongens, goud. Ik vind hem echt zo goed gemaakt. En zo sterk. Je ziet Hereditary, of je ziet Oz, je ziet Edge of Tattoo, je ziet Exorcist, je ziet Conjuring, je ziet Halloween. Ik vind het zo goed gemaakt, want het is allemaal films door elkaar heen. Heel mooi gemaakt. Eerlijk. Dus dat mogen ze ook een keer doen bij rampenfilms bijvoorbeeld. 2012 wat tussen plakken en noem maar op en zo. Dat lijkt me gewoon goed voor Veronica. RTL 7? Nou, RTL 7, ja, dat is ook een zender waarin veel uitgezonden wordt. Daar zou ik vooral meer van die actiefilms, thrillers, documentaires, films misschien iets meer van oorlogsfilms. Dat was namelijk ook best wel een goede hit voor RTL 7, want RTL 7 is zo'n een mannenzender, vergelijk met Veronica. Dus dat moeten ze ook wel doen, wat meer oorlogsfilms dan alleen die actie, wat ze draaien, Papillon en dat soort films. Ja. Ik weet niet of ze dit kijken, ik denk het niet zelf. Maar dit was Remco's passie voor dit jaar. Vanaf januari zijn we met een nieuwe show, De Week Door met Remco. Tot dan, hoi.